Kamala Harris. Als we de VRT mogen geloven, is Kamala Harris niet alleen benoemd, maar is ze ook verkozen. Trump is de loser. Alle wijven op de VRT krijgen orgasmes. Kamala, Kamala, Kamala. Het was erger dan corona. Haar vader is een Jamaicaan, dus is ze een Rasta. Haar moeder is een Indiër, dus is zij een Pinda. Een Rasta-Pinda. De mensen gaan daarvoor niet stemmen. Heb je die al een keer bezig gehoord? Een waterval van woorden, van moeilijke woorden, om eigenlijk niks te zeggen. Talking about the significance of the passage of time, right? The significance of the passage of time. So when you think about it, there is great significance to the passage of time in terms of what we need to do to lay these wires, what we need to do to create these jobs. And there is such great significance to the passage of time when we think about a day in the life of our children. Gebakken lucht, verpakt in hopen, intellectueel zogezegde zever. Kamala Harris zal het niet halen als je ziet hoe ze lacht. Trump heeft gelijk, zij heeft een lach van een waanzinnige. Haar lach is meer een heksenlach. Die lacht eigenlijk alle mensen uit. Zij is getrouwd op latere leeftijd. Ze was al in de menopauze toen ze getrouwd is met een Jood. Maar daarom is zij niet pro-Israël. Eerder, zij is voor Hamas. Zij is eigenlijk tegen haar man, ofwel is haar man een afvallige Jood. Dat zou ook kunnen. Maar daar ga ik mij niet over uitspreken. Wat valt er over dat madammeke nog te zeggen? Als vice-president heeft zij niks uitgespookt. Kamalalala. Schuwt niet de eerste leugen, hè. Ze vertelde dat ze naar de grens gegaan was omdat ze bevoegd was van al die Latino's die illegaal binnenkomen. We've been to the border. So this whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border. You haven't been to the border. I haven't been to Europe. And I don't. Ze weet zelf niet waar die grens ligt, want eigenlijk, ondanks al haar diploma's die ze gekregen heeft, door positieve discriminatie natuurlijk, hè, wel ja, zij is niet intelligent. Haar waanzinnige lach getuigt daarvan. Dus, Kamala Harris, jij zult niet verkozen worden, ondanks dat de VRT dagelijks inspanningen doet om haar desalniettemin verkozen te krijgen. Bjorn Soenes, je kent die wel, die een kletskop daar met zijn Jeannette-oorbellen, die heeft het niet voor Trump, maar wel voor Kamala. Maar er zijn heel weinig mensen in Amerika die naar de VRT kijken. In Amerika gaat dat het kiesgedrag van zoveel procent beïnvloeden. Om af te ronden, zeg ik Kamala Harris mis. Dank u wel. Robert F. Kennedy, is die niet dood? Ik ken die niet. Ik ken alleen Trump. Hij heeft mij zijn petje gestuurd. Ik had een artikel geschreven over Kamala Harris. En hij heeft me daarvoor bedankt. En hij heeft gezegd, Joe, take my pet. Is dat de Engels?